tentoonstelling heet Werk aan de winkel. De bakker, de barbier, de boer, de fietsenmaker. Het zijn allemaal handwerkslieden, ondernemertjes, die hier in Baren ooit winkels hadden. Ja, dames en heren. Het is alweer zover. Weer een nieuwe expositie. Met alle complimenten aan onze oudheidkamer, die het toch altijd maar weer fixt. In dit geval, ik zei het al, niet alleen Ton, maar nu ook een heleboel andere mensen hebben hun creatieve gaven hier mogen uitleven. En kijk eens even wat het geworden is. Het is waanzinnig leuk. Bijzonder dat ik deze expositie mag openen. En niet in de eerste plaats omdat ik wethouder werk en inkomen ben. Maar meer nog dat dit heel veel nostalgie bij mij oplevert. In 1919 is de elektrische melk- en zuivelinrichting in de Laanstraat 108 gestart. En die is later overgenomen door mijn opa en oma. Daarnaast hadden ze een melkwijk, dus er werd gevent. En er werd in Hoog Baren gevent. De melk werd ook tot in de keuken van Paleis Hoestdijk gebracht. Dat zijn natuurlijk leuke verhalen. En later werd mijn opa dement. En toen vertelde hij een keer, ja, ik heb met Juliaantje thee gedronken in de keuken. Kan je afvragen of dat echt waar is geweest als je in dementie zit. Maar ik vond toch wel een heel aardig verhaal. Heerlijk en ambachtelijk werk, duurzame arbeid. Juist in onze tijd zie je dat toch steeds meer waarde aan gehecht wordt. Ik liep net al even een rondje en toen zei ik al, ik heb wel het idee dat wat vroeger gemaakt werd, veel meer kwaliteit heeft dan wat er tegenwoordig gemaakt wordt. Ik wil ook in het bijzonder jongeren oproepen om nog naar deze expositie te komen. Zeker als je nog niet weet in welk vak je opgeleid wil worden. Ben ik van mening, als wat ik nu al gezien heb, dat je hier heel veel inspiratie op kunt doen. Op het goede leven en vooral op de goede leven van de vereniging. En deze, even het overheen, had zijn bedrijf in de Brinkstraat. En daar heb ik dus 3 jaar mogen werken bij hem. Maar toen had je je diploma al als schoenmaker? Getuigschrift van school gehad. En dit zijn mijn eerste zelfgemaakte schoentjes met de hand. En die zijn zonder machine helemaal vervaardigd. En er is geen machine aan te passen komen. Dus we moesten binnennaaien, we moesten aflappen. De hakken moesten met houten pennen opgebouwd worden. En daar heb ik zeker wel een half jaar over gedaan. En het waren mijn eerste schoentjes. En die heb ik altijd bewaard. En die zijn onderhand al bijna 50 jaar oud. En zo te zien niet veel gebruikt? Nooit. Want ze kunnen ook niet. Want ze zijn bijna niet te buigen. Het zijn houten planken. Anna, jij hebt ons even meegenomen naar de afdeling steenhouwerij. En wat heb jij daarover te vertellen? De steenhouwer is helaas een uitstervend beroep. Tenminste, de opleiding voor de steenhouwerij is opgeheven in Nederland. En de steenhouwer in Baren maakt zich ernstige zorgen dat er dus geen opvolging van zijn steenhouwerij zal zijn. Maar we hebben hier dus een aantal dingen laten zien over de steenhouwerij. En onder andere de spreuk van Johanna Westerdijk. Werken en feesten vormt schone geesten. En ik vond dat zeer toepasselijk, omdat het dit jaar dus het Johanna Westerdijkjaar is bij de Universiteit van Utrecht. Heb ik dat dus eventjes ertussendoor vermeld. Uiteindelijk komt de steenhouwer en de beeldhouwer natuurlijk heel dicht bij elkaar. En daar heb ik ook Frans Straquet erbij gehaald met zijn beeld. Was ook een Baarnaar? Frans Straquet was een bekende Baarnaar en heeft dus heel veel geproduceerd. We hebben helaas dus niet zo vreselijk veel van hem, maar wat we hebben, dat moeten we laten zien. Hoeveel steenhouwers zijn er nog hierbij? Eén. En dat is?
Dat is de steenhouwerij op de Drie Eiken. De familie Vervat is begonnen. De familie Vervat van de bekende smederij in Lagevuurs. Met de beschikking te geven over al deze foto's die hier in die vitrine staan. En we hebben zelfs de oude heer, en dat is de senior, de vader van de oude heer nu, Geurt Vervat, hebben wij op een affiche gebruikt. En daarom vind ik het heel erg leuk dat de familie Vervat hun spullen allemaal ter beschikking hebben gesteld. Het is ongekend wat er hier in het voorwerpenhok bij elkaar gescharreld is, hè? Ja. En wij zijn altijd, wat ik zeg, heel hebberig. We willen graag alles hebben wat de mensen ook maar ooit ter beschikking stellen. Hier zie ik zelfs een rekening voor 2,25 gulden. Ja. Een totaalrekening van 2,25. Ja. En ik zie ook, dit was voor dominee Vermaat, want heel veel rekeningen komen ook van de hervormde kerk, geloof ik. Ik dacht zelfs dat ze bijna allemaal van de Nederlandse hervormde kerk waren. Diaconie, Nederlandse hervormde kerk. Ja, die hebben ons kennelijk ooit het hele archief geschonken. Waar deze rekeningen onder andere tussen zaten. En wat is dit achteraf geweldig leuk, hè? Tuurlijk. Wat ik zeg, hoe ouder, hoe leuker. Dus het meeste van wat hier staat komt uit ons eigen voorwerpenhok. Er komen mensen dan spullen inleveren van grootouders bijvoorbeeld, die zijn overleden of ouders. En nou kijk, dat konden we goed gebruiken. Oude schoolplaten stonden er. Ik bleek zelf thuis ook nog iets te hebben tot mijn verbazing. En wat dan wel? Dat rode blik stond in de kelder. Geen idee hoe ik daar aankwam. Ik heb natuurlijk wat potjes met snoep ook neergezet. Want dat zag ik op plaatjes van oude kruidenierswinkels. Want er bleek, wist ik ook niet, een museum te zijn. Een kruideniersmuseum in Utrecht. En dat, dat kon ik natuurlijk al die plaatjes bekijken. Van hoe doe je dat? Wat komt daar te staan? Want ik was het vergeten. En ook zo'n oude weegschaal, hoe kom je daar nou aan? Voorwerpenhok. Kassa idem dito. Dit ook uit het voorwerpenhok. Dit heb ik zelf zien te vouwen. Dat zeg ik er maar even keurig gedaan. Hey, maar wat is het leuk, hè, dat er hier zo'n ontzettend groot archief is. En hoe welkom al die oude spullen zijn. Dat zeg ik nu, zeggen we nu even voor de camera. Fantastisch, want anders had je dit niet zo kunnen doen. Dus het is eigenlijk ook een oproep aan de Barenhuis. Als je wat weg te gooien hebt, gooi het onze kant op. Eerst eventjes ons ernaar laten kijken. Want wij kunnen heel veel gebruiken. Zo is het. Dankjewel. Oké, graag gedaan.